Maar eerst gaan we naar de ocean. Voor de ogen van de bezoekers wordt er koraal geoogst voor een nieuw aquarium in Zoo Antwerpen. In de ocean staat er koraal in overvloed en dat kan uiteindelijk zelfs het koraalrif beschadigen. Soms staan ze andere koralen daardoor in de weg en ook geven zij wel een beetje stoffen af in het water, wat ook te veel kan worden, afvalstoffen of netelcellen. Die kunnen andere koralen weer aantasten, vandaar dat we het een beetje in toon proberen te houden en zo af en toe moeten snoeien. Er zijn maar liefst 110 kolonies koraal gesnoeid. Zodra ze uit het water komen, lopen ze direct leeg. 110 slijmballen. Het koraal komt in een bassin in de transportauto terecht en kan zich weer direct volzuigen met schoon water. Als laatste wordt er nog zuurstof toegevoegd en het koraal is klaar voor vertrek. Hartstikke mooi. Die rennen het wel. Met deze partij koralen gaat ook een monnikschier mee op reis. De vogel is 9 maanden oud en komt terecht in de dierentuin in Antwerpen in een datingvolière. Het mannetje gaat weg omdat hij steeds terugkomt op het nest van zijn ouders en hierdoor een mogelijk volgend nest verstoort. En in het wild zou hij nu eigenlijk zijn eigen weg gaan vinden om straks een partner te gaan zoeken. Antwerpen is de stamboekhouder van deze soort en heeft een speciaal kweekprogramma voor monnikschieren. Het datingprogramma houdt in dat er dieren samen worden geplaatst uit dierentuinen in heel Europa. Nou, je ziet dat er een match is als de dieren veel tijd bij elkaar doorbrengen. Dan gaan ze vaak samen op zoek naar een nestplaats. En uiteindelijk gaan ze dus samen ook een nest bouwen en eventueel een ei leggen. Er zit al een nest. Maar hier gaat nog wel een paar jaar overheen. De man krijgt pas na 3 jaar interesse in vrouwen en hij is met 5 jaar geslachtsrijp. En de verzorgers moeten eerst nog hun best doen om de gier te pakken te krijgen. Ja, ik heb de kop. Er wordt gechipt en de vogel krijgt een pil voor ontworming. Ja? Achter de luchtpijp. Ja. Ja, we hopen natuurlijk toch dat dit dier een match vindt en dat ze dan weer voor nieuwe jongen zorgen. Die rennen het wel. Met deze partij koralen gaat ook een monnikschier mee op reis. De vogel is 9 maanden oud en komt terecht in de dierentuin in Antwerpen in een datingvolière. Het mannetje gaat weg omdat hij steeds terugkomt op het nest van zijn ouders en hierdoor een mogelijk volgend nest verstoort. En in het wild zou hij nu eigenlijk zijn eigen weg gaan vinden om straks een partner te gaan zoeken. Maar eerst gaan we naar de ocean. Voor de ogen van de bezoekers wordt er koraal geoogst voor een nieuw aquarium in Zoo Antwerpen. In de ocean staat er koraal in overvloed en dat kan uiteindelijk zelfs het koraalrif beschadigen. Soms staan ze andere koralen daardoor in de weg. 110 slijmballen. Het koraal komt in een bassin in de transportauto terecht en kan zich weer direct volzuigen met schoon water. Als laatste wordt er nog zuurstof toegevoegd en het koraal is klaar voor vertrek. Hartstikke mooi. Antwerpen is de stamboekhouder van deze soort en heeft een speciaal kweekprogramma voor monnikschieren. Het datingprogramma houdt in dat er dieren samen worden geplaatst uit dierentuinen in heel Europa. Nou, je ziet dat er een match is als de dieren veel tijd bij elkaar doorbrengen. Dan gaan ze vaak samen op zoek naar een nestplaats. En uiteindelijk gaan ze dus samen ook een nest bouwen en eventueel een ei leggen. Ook geven zij wel een beetje stoffen af in het water. Wat ook te veel kan worden. Afvalstoffen of netelcellen. Die kunnen andere koralen weer aantasten. Vandaar dat we het een beetje in toon proberen te houden. En zo af en toe moeten snoeien. Er zijn maar liefst 110 kolonies koraal gesnoeid. Zodra ze uit het water komen, lopen ze direct leeg.